Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gisteren hebben jullie van ons dit raadsel meegekregen. En het was best wel een moeilijke, denk ik. En wij zijn heel erg benieuwd of jullie weten waar we het vandaag over gaan hebben. En juf Daphne, jij gaat het ons vertellen. Zeker weten. Wij gaan het vandaag hebben over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Dat noem je ook wel de Camino de Santiago. En Santiago de Compostela, dat is een plaatsje in Spanje. En wat is nou een pelgrimsroute? Een pelgrimsroute is een route met aan het einde een plek van een godsdienstige met een godsdienstige betekenis. En dat heeft deze route ook. Want het schijnt dat apostel Jacobus is begraven in Santiago de Compostela. En wie is nou apostel Jacobus? Dat is de broer van Johannes. En mensen denken ook dat het de neef is van Jezus Christus. Ja, heel bijzonder. Ja, en waarom gingen die mensen nou die route lopen? Nou, vroeger was het eigenlijk om verschillende redenen. De eerste reden was eigenlijk die godsdienstige betekenis, omdat ze vanuit de godsdienst graag een keer zo'n route wilden lopen naar een bekende plek. Maar soms werd het ook wel eens als een belofte aan God gedaan. Dus ze hadden het aan God beloofd dat ze ooit in hun leven een keer zo'n route zouden lopen. Maar het was ook wel bijzonder, want soms werd het ook wel eens als een straf gebruikt. Dus als iemand had iets gedaan dat echt niet door de beugel kon, dan gebruikten ze dat als straf. En dan moest je dus voor straf zo'n route lopen. Dus ging je niet de gevangenis in. Maar moest je die hele lange wandeltocht lopen. Ja, en dan kan je je voorstellen dat je dan echt wel een beetje bij jezelf gaat nadenken van misschien was het toch niet zo handig wat ik gedaan had. Nou, tegenwoordig wordt de route ook nog gelopen. Maar niet meer om deze reden, maar eigenlijk vooral omdat de mensen heel nieuwsgierig zijn naar deze route. Ze hebben er veel over gehoord, veel over gelezen. En willen gewoon graag ook een keer zo'n route lopen. En dat doen ze dan ook om te zien hoe het eruit ziet. En langs de route zie je een heleboel verschillende beelden staan en allemaal mooie plekjes. Dus daarom lopen de mensen tegenwoordig deze route ook nog. Dat snap ik ook wel. Zeker, ja. En de route is eigenlijk heel bekend door heel Europa. En er zijn verschillende routes in Europa die leiden naar de plaats Santiago de Compostela. De twee bekendste routes liggen in Frankrijk en in Spanje. Frankrijk heeft 4 verschillende routes en Spanje heeft 2 verschillende routes. En wat nou bijzonder is, langs de kant van de weg om te weten welke kant je op moet, zie je heel vaak de Sint-Jacobsschelp. Je ziet die hier ook op de afbeelding. Je ziet hier een Sint-Jacobsschelp met een blauwe achtergrond en een gele pijl. Ik heb toevallig ook een Sint-Jacobsschelp meegenomen. En de Sint-Jacobsschelp hoor je eigenlijk ook wel Jacob van Jacobus, ja, waar die route om gaat. En deze schelp zie je dan veel langs de kant van de weg, maar ook de reizigers hebben die mee. De reizigers hebben deze schelp vaak op hun tas zitten en dat deden ze vroeger al. En waarom deden ze dat? Zodat mensen kunnen zien die in de plaatsjes wonen waar ze langskomen, dat zij die belangrijke route aan het lopen zijn. En daardoor kregen ze vroeger, en misschien nu ook nog wel, vaak een slaapplek aangeboden of wat te eten. Omdat heel veel mensen bewondering hadden voor die mensen die lange wandeltocht aan het lopen waren. Ja, en wat ook heel bijzonder is, vanuit Nederland zijn er ook routes naar Santiago de Compostela. Vanuit vroeger liepen sommige middeleeuwse pelgrims ook al die kant op. Ze weten alleen niet welke route, toch? Ze weten niet precies welke route, inderdaad. Maar er zijn wel verschillende Jacobswegen in Nederland. En de Jacobswegen, die sluiten aan op de wegen bijvoorbeeld in Frankrijk of in België. Dus als je zou willen, kun je ook vanuit Nederland helemaal die kant op lopen. Wauw, wel een lang stuk. Dat is echt een lang stuk om te lopen. Ja, maar wel cool. Hey, en die tocht is dus ontzettend lang en die duurt ook lang. Dus je kan je voorstellen dat je onderweg moet gaan slapen. En dan vind je op de route een heleboel pelgrimherberg. En wat zijn dat nou? Nou, dat zijn simpele slaapplekjes. En vaak liggen ze dan op een grote zaal met meerdere bedden bij elkaar. En dat deden ze eigenlijk met een speciale reden. Want je liep die route vaak alleen. En op die manier kwam je toch nog wat mensen tegen. En kon je toch nog je ervaringen delen met elkaar. En om die toch nou te mogen lopen, heb je een speciale pelgrimspas nodig. Die zie je hier ook op het plaatje. En waar had je die pas nou voor nodig? Nou, iedere keer als je dan in bepaalde dorpjes kwam, of je had een dag weer gelopen, dan kreeg je daar een stempel voor. En zonder die stempels, dan had je dus geen bewijs dat je die route gelopen had. Dus die pas was echt ontzettend belangrijk. Nou, aan het einde, als je bijna bij het einde was, als je nog 100 kilometer moest lopen, of als je het met de fiets deed, als je nog 200 kilometer moet fietsen, of je kan het zelfs met een paard doen. Als je dan 100 kilometer nog met je paard die route af moest leggen, dan kreeg je de Compostela. En de Compostela was eigenlijk een soort oorkonde dat je de route helemaal gelopen had. Moest je natuurlijk wel eerst even al die stempels laten zien, want anders kreeg je hem natuurlijk niet. Dus die heb je zeker nodig, die pelgrimspas. Ja, en dan heb ik ook nog wat leuke weetjes over Santiago de Compostela. Want er zijn verschillende routes die naar dat plaatsje gaan in Spanje. En ik heb een korte route. De kortste route namelijk er naartoe is 90 kilometer.
En dat is eigenlijk wel een beetje zuur als je die hebt gewandeld. Want juf Simone heeft net verteld dat je alleen zo'n oorkonde krijgt bij 100 kilometer. Dus met 90 kilometer krijg je het net niet. Dus ik raad niet aan om die te gaan wandelen. En nu heb ik ook eentje wat de langste route is naar Santiago de Compostela. En dat weet ik niet precies vanuit welke plek die gaat, want hij is echt wel heel lang, juf Simone. Hij is namelijk 14.000 kilometer. Wow, dat is echt super lang. Ik denk niet dat heel veel mensen die hebben gewandeld. Nee, dat denk ik ook niet. Daar moet je wel een beetje lang de tijd voor uittrekken. Ja, inderdaad. En wat wel leuk is, als je de wandeling hebt gemaakt naar Santiago de Compostela en je hebt je oorkonde gehad, dan is er een soort ritueel in een kerk. Dan komen de pelgrims die hebben gelopen, komen in die kerk. En dan is er een heel groot wierookvat. Die vullen ze met wierook. En die hijsen ze helemaal op naar de nok van de koepel. En er zijn er 8 mannen die aan de touwen gaan trekken. En ze gaan het wierook heen en weer in de kerk doen. Hmm. En waarom doen ze dat nou? Om de zweetgeuren van die wandelaars weg te halen. Beetje te maskeren. Eigenlijk wel een slim idee. Zeker. Ja. Ik denk dat je zweet daarna niet meer ruikt. Nee, top. Dus dat is wel leuk om te weten. En ik heb nog een grappig feitje. Want volgens mij kennen jullie allemaal het spel ganzenbord wel, toch? En nu zeggen sommige mensen dat de route naar Santiago de Compostela ook wel lijkt op het spel ganzenbord. En waarom? Omdat de ganzenbord de levensweg uitbeeldt, hoe je loopt. En de dobbelsteen is dan het lot. Dat kan je een beetje vergelijken met Santiago de Compostela. De wandeling, de camino ervan. En er zit natuurlijk dier gans in ganzenbord. En die zie je ook heel veel langs de route lopen, die dieren. Oh, ganzen. Grappig. Dus dat is grappig. En zoals we al eerder hadden verteld, zie je langs de route allemaal die Sint-Jacobsschelpen. En sommige mensen zeggen ook dat de voetafdruk van een gans heel veel lijkt op die schelp. Ja. Dus vandaar dat het er ook op lijkt. En dat is wel heel erg grappig om te weten. En in Spanje zijn er heel veel plaatsnamen waar je langskomt. En er zit het woordje gans in. Oh, nou, het is wel heel toevallig dat dat dan op dat spel lijkt. Zou best kunnen dat ze daar dat gebruikt hebben. Nou, dat denk ik wel inderdaad. Ja. Leuk om te weten. Goed heel leuk. Zeker. Zijn we alweer klaar met deze Grey? En zijn we alweer toegekomen aan het raadsel voor morgen? En dat raadsel is, ik ga eens even spieken. Nederland herdenkt en viert op deze 2 dagen. Weet jij hem al? Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik het ook al weet. Maar we zijn heel benieuwd of jullie het ook al weten. Ga het er thuis over hebben. Of zoek het op internet. Ja, bijvoorbeeld. Dat kan ook. En dan zien wij jullie morgen weer. Tot morgen! Doei!